kunt blind zijn doordat je moeder tijdens haar zwangerschap een ziekte had of doordat ze medicijnen slikte. En dan is het dus aangeboren. Je kunt ook blind zijn door in de zon gekeken te hebben. En dan maakt het niet uit of je met het blote oog hebt gekeken, met een verrekijker of met een telescoop. Je kunt ook blind zijn door erfelijke afwijkingen. Dan heb je het dus van je familie. En dan hoef je niet meteen bij je geboorte blind te zijn, maar kun je ook pas op je 20ste blind zijn. Zodat blinde mensen toch nog een normaal leven kunnen leiden zoals anderen, zijn de hulpmiddelen beschikbaar. Je hebt onder andere de blinde geleidehond, de ribbelstenen en natuurlijk het braaischrift. Een blinde geleidehond is de blinde... Door de blinde geleidehond is de blind minder afhankelijk van anderen. Een blinde geleidehond is daarom erg belangrijk. Het bekendste hulpmiddel is de taskstok. Waarmee blinden de omgeving aftasten. Ook heb je de ribbelstenen. Dit zijn geribbelde stoeptegels die blinde mensen helpen herkennen waar ze zijn. Met de taskstok zijn deze tegels makkelijk te herkennen. Je hebt ook een hulpmiddel voor het lezen. Dat is het brailleschrift. Braille is een alfabet voor blinden waarbij ze de letters voelen met hun vingers. De letters worden door middel van puntjes in het papier gedrukt, zodat er een kleine verhoging voor is, die ze met hun vingers lezen. Je hebt ook computers met braille. Wat hebben we gedaan? Eerst hebben we gebrainstormd over leuke en interessante onderwerpen. En toen zijn we bij het onderwerp blindheid gekomen. We hebben informatie... Ja, dat hebben we allemaal gedaan. We hebben informatie opgezocht over het onderwerp blindheid. En op basis van die informatie hebben we tussenkopjes, deelonderwerpen gemaakt en ook verdeeld. Iedereen zocht informatie op over zijn eigen deelonderwerp. Ook hadden we nog het idee om naar een museum te gaan. Dit museum is in Nijmegen. En dan kan je een beetje voelen hoe het is om een blinde te zijn. Je komt in allemaal donkere kamers en je kan dingen proeven en ruiken en zo. En je wordt ook rondgeleid door een blinde. We hebben gebeld en gemaild naar het museum. Alleen we kregen geen reactie terug. En later zijn we erachter gekomen dat het museum tijdelijk gesloten is. Dus dat kon helaas niet doorgaan, dat plan. Toen bedachten we dat het leuk was om een filmpje te maken, waar je ons dagelijkse dingen ziet doen. En dat hebben we gemaakt en bewerkt. Ook hebben we die dag foto's gemaakt van onze ogen. En die foto's hebben we gebruikt voor het voorblad van ons verslag. We wilden ook een interview met een slechtziende, blinde, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. En nu laten we een filmpje zien waar je ons dagelijkse dingen ziet. Thank you.
veel zelf ervaren hoe het is om blind te zijn? Ja, een beetje. Nou, niet echt heel lang, maar gewoon even 5 dagen gezien. En we zijn tot de conclusie gekomen met al dat het echt heel moeilijk is. En dat je er dat je ermee moet gaan. En dat je het niet zomaar in 3 minuten kan leren. Maar dat het wel makkelijker wordt gemaakt met dank aan de hulpmiddelen. Nou, we zijn erg tevreden over ons verslag en deze presentatie. En de samenwerking in de groep ging allemaal goed. En het project is voor ons geslaagd en iedereen heeft hard meegewerkt.